Goedemorgen, een nieuwe week weer en ik ben net gebeld uit mijn standby. Ik ga vandaag naar Malaga, dan gaan we lekker vliegen en vandaag sta ik als nummer 2, dus ik sta achter in het vliegtuig en ik neem jullie graag weer mee. Ik heb voor vanavond weer lekker eten klaargemaakt. Nou, dit zijn altijd handige bakjes en ik heb natuurlijk ook speciaal bestek mee. Want dat kan ik altijd gewoon lekker hergebruiken. En dat bespaart volgens mij best wel veel bestekjes die we aan boord hebben. Transavia is mooi represent. Eindhoven. Oké, ik kom net op de luchthaven. En hoe leuk is dit? Ik ben opgeroepen voor een vlucht met Ricardo. En dit is mijn invliegpapa. Hij heeft mij 8 jaar geleden ingevlogen op een vlucht. Dus ik vind het super tof om weer samen te vliegen. Met jij? Absoluut. Nou, we missen nog 1 iemand voor onze vlucht. Maar ik heb hem denk ik gevonden. Onze eigen Captain T gaat lekker mee met ons vandaag. What is a concealed fire and how do you proceed to extinguish it? Nou, een concealed fire is een fire wat ingepakt zit. En dat kun je dus het beste openen, erin blussen, dicht laten en dan even een paar seconden wachten. Ja. We hebben er 167 vandaag en 1 baby. En daar is het toestel. Wat heb je voor mij? Een extension belt. Had een passagier die meegenomen? Ja, waarschijnlijk wel. Dankjewel. Zo, ik kom net aan boord. En vandaag sta ik dus achterin het vliegtuig. Dat ziet er zo uit. Wat wij nu allemaal gaan doen is, we gaan alle equipment checken. Weer even kijken of alles schoon is gemaakt. En daarna gaan we de passagiers verwelkomen. Hier kunnen we zien of het toestel nog voldoende water beladen heeft. Nou, die zit helemaal vol. Het weesysteem is wat er allemaal naar de toiletten gaat. Die wordt nu belegd op het moment. En hierin vinden wij de demo pakketjes. Want ik mag vandaag de demo gaan doen. Nou, Jarno, kan je mij vertellen of er al is getankt en hoe zie je dat? Nou, we zijn op dit moment nog steeds aan het tanken. Dat kunnen we zien door of naar buiten te kijken of er een tankwagen staat of hier in dit schermpje. Ja. Hierin kunnen we de hoeveelheid brandstof zien die op dit moment in de tank zit. En hij loopt nu op dit moment nog op, dus zo weten we eigenlijk dat we nu nog steeds aan het tanken zijn. Oké, okay, en hoeveel nemen we vandaag dan mee? Vandaag nemen we 8.500 kilo mee. 8.500 kilo. Ja. Als ik daar nu dan op kijk, dan betekent dat we bijna klaar zijn met tanken. Dat klopt, ja. Nog een klein beetje en dan zit het vol. En dan ze hebben we genoeg bij ons en dan kunnen we stoppen met tanken en vertrekken straks. Ladies and gentlemen, first of all, we will show you how to fasten your seatbelt, how to tighten it en how to... Nou, wij zijn helemaal klaar voor de food and drink service. We hebben de trolley mooi opgebouwd. Nou, als ik nou de purser, gaat gewoon even het afval ophalen. Jeetje, wat goed. Succes, hè? Nou, zoals jullie weten, eten wij de maaltijden die wij thuis maken. Dus ik heb die van mij al op. En dan eten we dat op zo'n closetje. En dan doen jullie daar iets in. Dus voor alles is hier een plekje. Zo, we kunnen nu op 1,5 meter afstand werken, dus ik hang hem even af. Wat we nu gaan doen is, we ruimen de grote prop op van de cabine. Dus alles wat er nog in de stoelzakken zit, wat we eruit kunnen halen, dat bergen we dan op in de afvaltrolly. Work it, girl. Work it. Walk it. Nou, mijn collega heeft net een tablet gevonden. En wat doen wij daar dan mee? Dan vullen wij een lost and found report in. Dan moeten we alles helemaal specifiek opschrijven hoe die eruit ziet en wat erop staat. Dan weet Transavia ervan dat wij dit hebben gevonden. En ook de afhandeling in Malaga. Nou meid, snel eten tussendoor. Je bent gewoon staand aan het eten. Ja, zoals altijd hè. Even snel hapje eten. Hartstikke leuk. Vond je het nou eng om zelf te werken in de coronatijd? Vond je het eng om aan boord te staan? Nee, eigenlijk helemaal niet. Vanuit Transavia werden we heel goed geïnformeerd. En wat er ook met de HEPA-filters, die hadden we natuurlijk hebben we ook aan boord. Hier. En wat houdt dan precies in dat het heel snel wordt gefilterd? Of? Ja, het wordt inderdaad snel gefilterd. En
ja, gewoon de circulatie is goed aan boord. Dus eigenlijk voor mij gaf dat meteen al wel een fijn gevoel dat ik daar niet bang hoefde te zijn. En ook de mondkapjes. En we hebben de service ook altijd vanuit het midden gedaan, zodat je zo min mogelijk contact hebt met de passagiers. Nou, de schade laten zien die er nog ligt. Oh, nog wel een leuk tijdschrift. Kijk, die vinden we dan wel leuk om te lezen. En die leggen we dan achter de laatste rij. En dan kunnen collega's die lezen. Goedenavond. Ik was vandaag vrij en vanavond gaan we lekker sporten. En ook dat doe ik in de lucht, want we gaan namelijk naar Aerial Hoop. En ik laat jullie graag zien wat dat is. Juist. Is het? Ja. Improvisation met mijn kinderen. Ik krijg vaak de vraag, hoe maak jij jouw sjaaltje nou in de vorm van een bloem? Nou, het is eigenlijk best wel simpel. Dus je hebt je sjaaltje. Dan pak je de twee punten tegenover elkaar. Daar maak je een knoopje van. Zoals dit. Die haal ik hier doorheen. Dus deze punt gaat onder de knoop door. En die punt gaat ook onder de knoop door. Daar hou ik het aan vast. En je ziet dat er al een soort van bloemetje verschijnt. Nou, ik zorg ervoor dat het knoopje is weggewerkt hieronder. Ik heb al een elastiekje om mijn pols. Dus die vouw ik dan om de bloem. En dan kijk ik even in de spiegel mee. En zo heb ik mijn sjaaltje. Tadaa! Nou, mijn werkweek zit er alweer op helaas. Volgende week begin ik met een vlucht naar Lissabon. En mag ik jullie meenemen op een training die ik ga geven. En daarin gaan we onder andere brandjes leren blussen. En krijgen de kandidaten het jaarlijkse safety examen. Vond je het nou een leuke video? Geef even een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op het Transavia YouTube kanaal. Mij kan je volgen op mijn eigen Instagram. En mochten jullie nog dringende vragen hebben, mag je die altijd stellen in de comments. En zal ik erna proberen te kijken. Ik wens jullie een super fijne week en tot de volgende keer.